Hi, ik ben Frank, kitesurfinstructeur bij Telstar Surf. Vandaag ga ik het met jullie hebben over hoe we onze kite gaan opbouwen. Aangekomen op de plek waar wij onze kite willen gaan opbouwen, checken we altijd eerst even waar de wind vandaan komt. Dat kunnen we hier op een meer zien aan de richting van de golfjes. Als je twijfelt, kun je altijd nog even naar de blaadjes van de bomen of de bladeren van het riet kijken. Dat is belangrijk, want voor nu komt de wind hier vandaan. Laat die kant op. En wij willen straks namelijk niet dat onze kite weg gaat waaien tijdens het oppompen. Okay. Onze tasritsen we open, dan vinden we daar als het goed is een mooie kite in. En die kite is opgerold of opgevouwen. We rollen de kite uit en we zorgen dat de leading edge, dat is de grote balk, tegen de wind in ligt. Als we de kite hebben uitgerold, is het belangrijk dat we de binnenkant boven hebben liggen. We kunnen dus de strut zien en de zogeheten bridles. Vervolgens zetten we even de deflate dicht. En dan zijn we straks wel heel lang aan het pompen. Als we de deflate dicht hebben zetten, is het tijd om te gaan pompen. Het is belangrijk dat voor we gaan pompen, we de kite even vastmaken aan onze pomp, zodat hij niet weg kan drijven. We maken hem vast aan het kleine blauwe lusje wat hier in het midden zit. Vervolgens openen we de inflate en daar kunnen we onze pomp direct op aansluiten. We hebben geen koppelstukjes, helemaal niks nodig. Zetten hem erop en draaien met de klok mee vast. Als onze pomp vast zit, de inflate zit aangesloten, kunnen we gaan pompen. Om te checken of onze kite hard genoeg is, kunnen we even in de leading edge knijpen of proberen om hem om te buigen. Wanneer dit nog te makkelijk gaat en de kite nog te weinig weerstand biedt, moet er nog even wat bij. Wanneer je een pompje heeft die een klokje erop heeft, kun je altijd even kijken of die goed zit. Wij vinden het fijn om hem net op de grens van het rode en het groene te zitten. Als de kite hard genoeg is, draai je de slang van de pomp volledig tegen de klok in en kan je hem rustig afhalen. Zorg dat je dit niet in een hele snelle beweging wil gaan doen. Je kan gewoon je tijd nemen. Als laatste zetten we de dop van de inflate erop, zodat er geen zand of vuil in het ventiel kan komen. Ja. Als ik het ventiel dicht heb zitten, haal ik de pomp van mijn kite af. En ga ik even de hele leading edge langs om alle klipjes dicht te zetten. Als die dicht zetten, kan ik mijn kite omdraaien. Ik moet ervoor zorgen dat hij met de leading edge tegen de wind in blijft. En ik leg hem op zijn kop neer op het strand. Als het nou heel hard waait, kunnen we altijd nog een beetje zand op de flappen leggen, zodat hij niet weg kan gaan kruipen. Als we de kite op zijn kop hebben liggen, checken we als laatste nog even of alle bridles goed liggen. Want het wil nog wel eens zijn dat ze om zich heen geslagen zitten. En dan ga je een moeilijke tijd hebben als je kite eenmaal in de lucht is. Als je klaar bent met het optuigen, ligt jouw kite tegen de wind in. Jouw bridles netjes uit elkaar om de lijnen erop aan te sluiten. En kan je doorgaan naar de bar. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie je met deze video extra goed hebben kunnen voorbereiden op de komende les. Tot op het water!